Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. In Frankrijk is bij de grondwet vastgesteld dat abortus een recht is. Dus dat betekent dat als er nu politieke partijen zijn die dan tegen abortus zijn, dat niet zomaar kunnen verbieden. Dus in Frankrijk is nu bij de grondwet vastgelegd dat een vrouw zelf de keuze heeft om een abortus te doen. En dat vind ik eigenlijk wel goed. Want je hebt natuurlijk altijd van die politieke partijen die tegen abortus zijn. En die zou je in Frankrijk ook wel hebben. Maar omdat het nu bij grondwet is vastgelegd dat abortus een recht is voor de vrouwen, kunnen ze dat niet zomaar verbieden. Dus ik moet eerlijk toegeven, Frankrijk, jullie krijgen een duimpje van mij. Want dit hebben jullie goed gedaan. Ik ben nooit zo ver van Frankrijk. Ik zou er nooit willen wonen. Ik ben trouw aan Nederland. Ik ben een echte Nederlander. Maar nu moet ik eerlijk toegeven, dit heeft Frankrijk goed gedaan. En hier moeten veel landen een voorbeeld aan nemen. Bijvoorbeeld Nederland. Weet je, ik zou het wel goed vinden als Nederland hier een voorbeeld aan neemt. Want nu is het nog niet in de grondwet vastgelegd. Dus nu kan het zo zijn dat er politieke partijen zijn die het nog willen verbieden. En het dan ook kunnen verbieden. Dus daarom is het handig als ze bij grondwet gaan vastleggen dat abortus een recht is. Zodat partijen het niet zomaar kunnen verbieden. Want in Nederland heb je ook partijen die tegen abortus zijn. Zoals de SGP, Jezus Leeft, DENK, Jaar 21. Die partijen zijn allemaal tegen abortus. En als die dan aan de macht komen, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Het zou niet goed zijn voor Nederland. Kunnen ze abortus misschien wel verbieden. Maar als het bij grondwet wordt vastgelegd, wordt het voor die partijen heel moeilijk om dat te gaan verbieden. Dus ik zou het wel goed vinden als dit in Nederland ook gaat gebeuren. Dus ik zou zeggen, Nederland, neem een voorbeeld aan Frankrijk en zet abortus vast in de grondwet. Dat zou heel goed zijn. En dan heb je nu vast wel mensen die zeggen van, ja maar Wouter, als jouw moeder abortus had gedaan, dan was jij er ook niet geweest. Nee, dat klopt, dan was ik er niet geweest en had ik er ook geen last van, want ik was er nooit geweest. Dus dan kunnen mensen wel vragen, maar dan zeg ik altijd van, ja, nou en, dan had ik er toch ook geen last van, want ik had nooit geleefd. En misschien had ik soms wel liever gehad dat mijn moeder abortus had gedaan, maar dat is een andere discussie over het leven en zo en over de dood. Daar gaan we het vast nog wel een keer over hebben. Maar ja, ik vind het goed. En ja, niks te klagen. Want weet je wat het is? Heel veel mensen vergissen zich er wel eens in. Heel veel mensen denken dat abortus is voor vrouwen die geen condoom wouden gebruiken. Ja, de mannen dan. Die vrouwen waarbij geen condoom is gebruikt of de pil niet hebben geslikt. En dat ze alleen maar haar benen spreiden en zo, omdat ze gewoon elke keer seks heeft. En dan maar geen kindje wil. Zo is dat meestal niet. Kijk, die vrouwen hebben echt er wel over nagedacht of ze nou een abortus willen of niet. Want je kan ook per ongeluk zwanger raken. Een condoom kan scheuren. Je kan misselijk worden en de pil uitkotsen. Je kan gewoon per ongeluk zwanger worden. En als je geen kinderen wil, wat ook een recht is. Kijk, er zijn mensen die geen kinderen willen. Ik weet ook nog niet of ik ze wil. Kijk, misschien dat ik ze later wel wil. Als ik een vriendin heb die zegt van, Wouter, van, hoe denk je eigenlijk over kinderen? Dat we dan overheen komen dat kinderen misschien toch best wel leuk zijn, dat we wel kinderen willen. Maar er zijn ook gewoon mensen die geen kinderen willen. En daar is niks mis mee, dat is gewoon hun recht. Want je bent niet verplicht om kinderen te nemen. Bovendien, er zijn al zoveel mensen op deze aarde, dus niet iedereen is verplicht om een kind te nemen. Nee. Nou, maar ik zou dus zeggen, Nederland, neem hier een voorbeeld aan en zorg ervoor dat abortus wordt veiliggesteld en dat het niet verboden kan worden. Goed. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei! Hier gaat Wouter.